staat overuit Koerdistan. Hij zal ons de betekenis van Lewis vertellen in het Engels. De mythologische betekenis zal hij vertellen. Kawa Nimr. It's a part, a short piece from the theatrical and musical adaptation of Manuzi, which was written by Ahmad Ekhani in the 17th century, the greatest Kurdish poet in the literary history of the Kurdish language. And I wrote that part, and in that part you especially saw the scenes from the Nemos, which has been told in Manuzi itself, which was written by Manuzi, Ahmad Ekhani. بشی من به درباره گرینیا نوروزی در چیروکا نوروزی میتوگرافیا نوروزی نوروز با مکندا و با حمود نیای خدا را چه وقت هیا از پسا که بکنید خواستم درباره بیتا آخفتن که کمو ایمیدا بکن زیدیش دریج نکن نوروز بلی هشتی بجینا بس بجینا خزای بخواه طبیعت بخویه که بشی باکر جیهانی خزاگا و کو سریلات که او جیان دکه به اکینوکس که رو برنا رو که مزد بیشی لور شیاد نک چیزه اما تعریف که کو حتی ایرو هاتیه او شکا چتکی جغرافیک هاتی گاریشی گوهرنه که مزن ده جیانا مروب حمیاده مسلوی جیانه پیدا تبه بس وقت چی رو که بیتوگرافیشی اساس خدا نوروز روژا نو خدا نمی باته یکو دیرو که در لدره که سرگان اگرا پیر نکه گله که مزد چه بیه قومیه و گله که یا اشخاطا که بناره کرد، کاردوغ، زاگوسی، امبیجن، وقت فردوسی، ده شهنامه خدا دویجه ایل و عشیر چیاری و چی نامی دیر بکن لهمه زلم زوره که سری کرده و جوی روژه ارچی روک مایه چیروک از اکوتی پس از چیروک یه بکن بس ام بیش بیر نکن گو اساس خدا نوروز وک ججنه که نبتنه یا کرده خویه اما دیزی که 3000 ساله ام جبه سو پوتام یه بکن که چارکان یعنی چیروکیه تا حتی نامین آسیایی حتی بیشن باشوری آسیایی ام بیشن نوام نتیم و ویتنامی و ام بیشن ام هر جور نوا ترکمنادا، نوا فارسادا، نوا همون نتادا به شیوه جهرنگ دیتا بیروز کرد. بس نوا بر همون چیروکا دا، از بیشن قیم تنه چیروکا کرده خود سپیره رابطاری دیگه سفندان. In het boek Medhi, in het boek der Wendingen, gezegd dat de Chinese filosoof Medhi een grote hekel had aan op natuurschoon geweest, aan nieuwjaar vieren en om is in toespraken te improviseren. Kijk waar ik sta. Nu ben ik bij die niet. Maar ik ga een toespraak improviseren. En ik ben een paar keer in mijn reeds gevorderde leven in Koerdistan geweest. En ik was iedere keer uit mijn schoenen geblazen over de schoonheid van het land. Ongeacht of het gebergte is van Noord-Koerdistan, of de vlakte van Syrisch Koerdistan, of de grote zap en de kleine zap. Door de poëzie die namens mezelf al zijn poëtisch. Schitterend. Nu in het geval dat ik ben sinds 1999 lid van de SP.
En de aanleiding was de oorlog in Kosovo. Maar ik ben nog veel langer vriend van Poest. Hevale Evarbas. En tegen u allen wil ik uiteraard zeggen, Neuros Pirospe. Goed dat u uw nieuwjaar als het ware viert. Dames en heren, er is een heel groot schrijver hier in het Westen. En die heette Rudyard Kipling. En Kipling heeft, is een groot schrijver, en hij heeft geschreven... East is east and west is west, never the twain shall meet. Ja. Althans, dat is wat wij hebben onthouden. Maar er is een volgende regel wat hij schrijft. Hij zegt dus, east is east and west is west, never the twain shall meet. But there is nor east nor west. En dat is nou het bijzondere dat u vandaag, dames en heren, hier in Pulgri zit. Moet u eens kijken waar u zit. In de hol van het westen zou je kunnen zeggen, maar u brengt het oosten hier. Dus eigenlijk wat u doet, is u laat zien dat tussen het oosten en het westen eigenlijk geen muren hoeven te zijn. En als die muren er niet zijn, dan is er een en al verbondenheid. En die verbondenheid in een stad als Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, die verbondenheid die moeten we vieren. En u viert dat op een schitterende locatie en ik ben er ontzettend blij mee dat u vandaag niet zit. Goedemiddag of goede avond, ik wil zeggen allemaal. En ik vind het eigenlijk doodzonde dat ik nu de laatste spreker ben, want ik vind Rabin, je hebt mij met jouw speech in mijn hart geraakt. Je hebt een fantastische speech gegeven waar Den Haag nu in verbondenheid met al die diversiteit naartoe moet. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal niets aan toe te voegen en ik was hier ook helemaal niet gekomen vandaag om te speechen. Ik was gekomen om met u net los te vieren als wethouder cultuur in die prachtige omgeving hier in Pulgri. De kunstenaarsvereniging al sinds 1847 inderdaad, geworteld in die westerse traditie. Maar wel degelijk ook een kunstenaarsvereniging die hier ook al op een verschillende manieren, met verschillende exposities, met verschillende evenementen, de diversiteit steeds meer aan het vieren is. En het feit dat Rabin Baldessin als wethouder en ik hier nu na hem voor de tweede keer deze week samen zijn, zegt ook iets over hoe wij in ieder geval als smal deel van het nog zittende college die diversiteit en de verbondenheid met elkaar vieren. Want wij waren met elkaar eerder deze week in de bibliotheek Schilderswijk. Ook daar vinden we de verbondenheid met elkaar. En we waren daar bij een foto-expositie van nieuwe Hagenaars, van statushouders, geportretteerd door Esther Langendam. Ook door middel van het vertellen van verhalen, het vertellen van cultuur. Om die nieuwe verbinding met elkaar te leggen en hoe die nieuwe Hagenaars inderdaad zich ook verdiepen in de stad Den Haag en de cultuur Den Haag. Thank you.
blijf steunen, blijf in contact met elkaar. Geniet van de lekkere hapjes en ik wens je nog een hele fijne avond. Net als Piros Bell.